Ik heb mijn shirt al eens uitgedaan en hier zo heb ik de schoenen staan. Even kijken of we hem zo kunnen uitpakken. Ja, het kan sowieso wel. Het is gewoon een makkelijke doos om te openen. Even kijken. Ik vind ze er... Ja, ze zien er wat chachi uit. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal. Mijn naam is Brooklyn en ik ben weer vroeg wakker gaan worden. Want dat moet voor school. Het is nu 7:15. Ik ga lekker ontbijten. Ik heb hier zo'n lekkere chocopops gepakt. En ja, cameratasje staat klaar. Kan ik straks in de tas doen. Water ga ik straks even opnieuw vullen. En ik ben bezig met dezelfde test. Althans, ik niet. Zelf is bezig. Maar hij ziet er gewoon negatief uit, zoals je kan zien. Ja, helemaal top dit. Niet positief, dat is heel erg fijn, want ik vind het heel irritant als ik niet kan trainen. Daar heb ik echt zin in namelijk, vooral met de nieuwe dingen die ik heb besteld. Die komen als goed vandaag binnen. Niet alles misschien, maar wel het meeste. Dus ja, ik wil graag trainen eigenlijk. Oh, ik ben ook zo moe. Oei, oei, oei. In ieder geval ga ik ook eventjes deze gooien en mijn schoenen aandoen. En mijn tas inpakken voor de rest wat ik nog mee moet nemen. Ja, dat ga ik gewoon even doen en ik zie jullie zo meteen in... Na de timelapse weer. Ik ga gewoon even weer een timelapse maken van de treinreis. Klaar mensen met school. Ik ben klaar mensen. Zo, ik ben klaar mensen met school. Ik ben klaar met school mensen. En ik ga niet liegen, we hebben niet zo heel veel gedaan. Althans, we hebben gewerkt aan de opdracht. We hebben een poëzieopdracht en daar moesten we aan werken. Heb ik samen gedaan met Trevor. En dat is op zich wel een beetje gelukt. Maar dat is niet het enige wat ik heb gedaan. Ik ben erachter gekomen dat je ook Minecraft kan spelen op schoolcomputers. Dus daar hebben we zeker even gebruik van gemaakt. En dan gingen we even lekker samen een wereld in. Dat was wel grappig op zich. En daarna was de les afgelopen. Dus nu ben ik nu onderweg aan het lopen naar de trein. Naar het station. En ik ben denk ik rond 2:30 thuis. Het is altijd een uurtje ongeveer. Een uurtje reizen, laat ik het daarop houden. 10 minuten lopen of zo, een kwartiertje lopen. En 20 minuten met de trein. En 10 minuten een kwartier fietsen. Ligt aan hoe de stoplichten doen. En dan ben ik thuis. De kleding is als goed zo binnen. Dus dat is helemaal top. Ik zie jullie zo meteen thuis weer. En ik ga weer de trein in. Ik ben thuis mensen en mijn moeder heeft gelijk alle pakketjes hier zo op een stapeltje gelegd. Moet je kijken. Waarschijnlijk thermobroekje of shirt. Thermobroek en de schoenen. Ik ga niet heel veel van de pakketjes laten zien, want anders zie je mijn adres net zoals de vorige keer. Niet zo slim voor mij geweest. In ieder geval ga ik even kijken of dit past. Ik zal even laten zien wat ik heb. Ik pak het even uit. Ik ga het zo meteen weer moeten blurren. Zo dom van mij. In ieder geval pak ik het even uit en dan zal ik even laten zien wat ik allemaal heb. Ik heb mijn shirt al eens uitgedaan en hier zo heb ik de schoenen staan. Even kijken of we hem zo kunnen uitpakken. Ja, het kan sowieso wel. Het is gewoon een makkelijke doos om te openen. Even kijken. Ik vind ze er... Ja, ze zien er wat chachi uit. Ja, met een klein sokje hier zo. Het ziet er heel erg lekker van binnenkant uit in ieder geval. En voor kunstgras is het helemaal perfect. Ik vind ze er goed uitzien. Ik ga ze gewoon even passen zometeen. Maar eerst ga ik eventjes mijn broek uit doen. En dan ga ik deze passen. Even kijken. Dit is, je ziet het niet meteen, maar het is een sportlegging voor mannen in ieder geval. Het is een thermolegging. En hier zo hebben we nog een thermo ook. Thermo shirtje die ik aan ga doen. Dus ik ga even kijken of ik alles in één keer kan passen. Ik ga even klappen en dan zie je ineens dat ik in mijn thermospullen sta. Zo, en ik heb hem omgekleed. Je ziet, ik heb mijn schoenen nog niet aan, die staan hier nog beneden, maar... Hier zo kan je zien dat ik de thermo shirt aan heb. Hij zit lekker. Hij zit goed denk ik. Ja, ik vind hem lekker zitten. Dit voelt ook gewoon heel erg lekker. Gewoon alles. En hier zo hebben we de legging ook aangetrokken. Hij ziet er heel raar uit. Ik moet er nog een broekje overheen doen. Dit aan tegenvoet. Zo lekker. Holy moly. En nu ga ik nog even de schoenen passen. Ik denk dat ze wel goed moeten zitten. Maar ja, we gaan gewoon even kijken. Ik ga ze eerst even naast mijn voet zetten voordat ik ze ineens aandoen. En ik pas überhaupt niet. Maar ik denk wel dat ik dit moet passen. Ik zal even aandoen en kijken of ik ze pas. En de schoenen mensen zitten ook hartstikke lekker. Dit sokje is wel heel erg fijn. Ga ik niet overliegen. Het zit wel heel erg lekker. En ze passen goed. Hier is ook genoeg ruimte over. Dus dat is helemaal top. Dus dat betekent dat ik ze ook gewoon pas. Dit ga ik nog heel veel aanhouden. Zodat ik straks aan mijn moeder kan laten zien. Maar die zit nu even in gesprek. Zoals je misschien wel kan horen. Die ga ik nu niet laten zien. Maar dit logo gaat niet liegen. Voelt zo lekker. Holy moly. Als mensen... Ja, ik laat het wel voelen in het echt straks. Maar dit voelt echt lekker. Dit ook. Zo. Holy moly. Het is trouwens niet dat hij te klein is hoor. Hij is niet te klein. Het is gewoon 3/4. Maar
ik ga hier nog een broekje overheen doen. Het is gewoon een soort van, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Het is gewoon voor thermo, het is gewoon om het warm te houden. In de zaal kan ik het gebruiken om het koud te houden. Maar ja, en nu ga ik het even, omdat we buiten trainen, naar buiten gebruiken natuurlijk. En de thermo, ja, zit gewoon hartstikke lekker. Heel erg prima. Ja, ik kan niet echt iets anders over zeggen. Het zit gewoon lekker. Dikke vette huts. Mensen, ik heb net lekker gegeten en ik ben niet de enige die gegeten heeft. Ik heb niet gegeten. Oh, mijn beeldscherm zat ervoor. Ole was er ook. We hebben net even lekker NBA 2K22 gespeeld. Even opwarming voor de training. En ik heb hem aan. Oh, ik heb mijn broek eroverheen aangedaan. Maar ik heb de legging heb ik aan. En de thermo heb ik ook aan. Maar dat zie je wel. Dat is het witte hier zo. Ja, nu gaan we naar de training toe. Ik ga mijn camera meenemen, dat wel. En we gaan even daar naartoe fietsen. Ik heb echt zin om te trainen. Gewoon echt heel veel zin om te trainen. Ja, heb je zin? Ja, ik heb echt heel veel zin om te trainen oprecht. Ik heb echt ziek veel zin om te trainen. Waar ik nog niet wist, ik heb heel veel zin om te trainen. Oh ja, ik wist je al dat ik heel veel zin heb om te trainen? Echt? Ja, ik heb echt veel zin in te nemen, maar oprecht, ik heb echt veel zin in trainen. Ik ga even de deo pakken en dan gaan we lekker naar de korfbal toe om lekker te gaan trainen. Waar ik heel erg veel zin in heb trouwens. Oké, mensen, ik ben vergeten de vlog afsluiten. Ik heb gisteren, ik zweer het je, gisteren heb ik de outro opgenomen. Maar er staat er gewoon niet meer. Nergens in beeld. Nergens op mijn camera. Dus helaas, misschien heb ik een foto gemaakt of zo. Zou ook best wel kunnen. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. De kleding past er goed. Lekker ingetraind, zoals je zag. En ja, gaan we zeker aan blijven houden. Alleen waarschijnlijk in de zaal. Want de zaal gaat waarschijnlijk weer open. Vanavond de kerstconferentie. Ik weet ook niet hoe ik daarop kom. In ieder geval gaan we daar naar kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Ciao.